vandaag een vlog over de fijne dingen in het ondernemersleven. Ik zal jullie eens even laten zien waar we zitten vandaag. Ik heb een lunchafspraak met mijn co-auteur Sandra Derksen. En dan kunnen we natuurlijk heel saai ergens gaan zitten binnen enzovoort, maar dat doen we niet. We zitten hier in de Ooypolder met uitzicht in dit geval op de Rijn. Millingen aan de Rijn heet dit plekje. En ja, wat is nou fijner dan gewoon met je voeten in het gras te kunnen zitten. En gewoon heerlijk te kunnen genieten van rust en fietsers. En ja jongens, dit is gewoon ondernemen. Zonnetje. Lekker in het zonnetje. Sandra, we kennen jou als een hele serieuze onderneemster. Wat is er aan de hand? Ja, nou, dit is een, voor wie dat herkent, een petje van Mailchimp. Ja. Ja, het newsletter tool. En ik had laatst, ik had het trouwens ook al op Facebook gezet. Ik had een vraag gesteld aan de support afdeling. Super fijne support afdeling, altijd via de chat. En ik was klaar en toen hadden ze zoiets van, omdat je zo'n trusted client van ons bent, hebben we een cadeautje voor je. En ik kon kiezen tussen een t-shirt en een petje. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik denk ik kies het petje, maar dat het dit zou worden, had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Helemaal ook. Je mag hem zo wel even opzetten. Ik ga nu de hele dag vragen stellen aan Mailchimp. Ja, ik vind het eigenlijk wel heel erg grappig. Ja, welke les kunnen bedrijven hiervan leren, van dit soort klantgerichtheid? Nou, ik vond het natuurlijk enorm origineel. Ik voelde me ook echt zo van, wauw, ik krijg een cadeautje. Nou zie ik mezelf eerlijk gezegd hier niet elke dag mee lopen. Maar ja, het geeft ook wel weer even een leuk humormoment. Dus, dus ik, de aandacht, de attentie. Ik vind het gewoon heel erg leuk. Mailchimp is het enige nieuwsbriefprogramma wat gevoel voor u. Ja, en blijkbaar, we maken er nu toch een vlogje over. Ja. Dus dat geeft dan toch weer publicity voor ze. Lang leven Mailchimp! Zo, vandaag strategisch overleg gehad over marketing voor een succesvolle praktijk. Horend bij dit boek, Marketing Handboek. Kijk eens even in mijn schrift. Hier staat de hele planning voor 2016. We hebben ontzettend veel al ingepland en klaargezet. Want één keer per jaar doen wij de opleiding voor professionals die echt zat zijn van het uurtje-factuurtje model. En die ook programmagericht willen gaan werken. Dat is wat wij doen. Daar komt onze serieuze ondernemer. Weet je, zo leuk kan ondernemen ook zijn. En nu ga ik mezelf ook nog eens even flink voor gek zetten. Zo, zoals ik al zei, hartje zomer. En wij zitten hier met deze prachtige muts. Dit is die Mailchimp muts waar we het net over vertelden. Een ontzettend prachtig staaltje klantgerichtheid, klantvriendelijkheid en beleving waar wij blij van worden. Waar we ook blij van worden, ja, we zitten natuurlijk nog steeds gewoon lekker buiten. We zitten hier echt op een heerlijk terras met hele goede gratis wifi en heerlijke koffie. Dus dit is een plek die wij zeker aan kunnen gaan raden. En, nou, dat is toch fijn in marketing. Dus tot de volgende keer.